Dankzij de voetentraining die ik heb gedaan, kan ik weer pijnloos, pijnvrij, lekker wandelen. Ik ben Mario van de Luitgaarden. Ik woon in Leiden. Ik ben 55 jaar. Ik ben gek op reizen. En als ik op reis ben, dan wandel ik ook heel graag. Maar ik wandel ook graag in Nederland. Maar hoe ruiger, hoe beter. Dus als ik in de bergen loop of in een canyon, dat vind ik echt prachtig. En later bleek dus dat ik een doorgezakte voorvoet had, waardoor ik gewoon pijn heb met lopen. Het voelt alsof je op botjes loopt, zeg maar. En dat, ja, het is gewoon echt niet fijn om dan meer te wandelen. Dus ik ging ook niet meer zo lang wandelen op een gegeven moment. Ik had eigenlijk 2 jaar geleden een plan bedacht om een hele grote wandeltocht te gaan maken. Ik wilde graag het kruistocht in Spijkerbroek van het boek van Thea Beckman. Die helemaal na gaan lopen. Dat leek me een fantastisch mooi avontuur. Maar dan moest ik wel natuurlijk goed getraind zijn en geen last hebben van mijn voeten. Ja, ik liep al wel een paar jaar rond met twijfels van kom ik hier nog van af en wat moet ik doen? Ik had al die zooltjes geprobeerd, maar dat werkte allemaal niet. En nou, totdat iemand mij wees op, Wanda die wees mij op de voetentrainers. En toen heb ik het webinar bekeken. En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik dat webinar heb bekeken zeg maar de uitleg heb gezien van wat er mogelijk is dankzij die voetentraining, toen is er bij mij wel een knopje omgegaan. En toen dacht ik, ja, dat ga ik gewoon proberen. Ik ben denk ik in februari begonnen. En ik merkte eigenlijk tijdens het wandelen van die kruistocht, waarmee ik in augustus begon, dat ik eigenlijk geen last meer had van die voorvoet. Dus daar was ik wel heel blij mee, moet ik zeggen. Dus dat is toch tijdens die training zo ontstaan, dat ik zeg maar klachtenvrij die wandelingen kan maken. En dan ook meer dan 10 kilometer, meer dan 15 kilometer. Ik heb ook dagen gehad dat ik zelfs 25, 30 kilometer kon lopen. Met de rugzak, nou, dat had ik van tevoren absoluut niet verwacht.